vaak aan die foto. Ja, we hebben hier laten zien. Wordt even wat technisch, maar ik vind het wel belangrijk als we straks door die fabriek heen lopen dat we een gevoel hebben wat er allemaal gebeurt daar. Wat wij hier doen is we maken kunststofproducten. Menigeen is daar wel bekend mee. Maar toch nog even kort toe te lichten. Kunststofproducten, polyethene, polypropene. Daarnaast, dat is ons basisgrondstof. Klinkt misschien als plastic, maar dit kunststof nemen we voor heel lange tijd mee in gebruik. Kom ik later nog op terug. Zijn we nog niet klaar? En dat soort dingen, dat is ook, ja, ook zie allemaal klaar staan. Ja, daar zitten de producten dan in. Dus dat zijn de... Het belang van zonnepanelen staat hoog in het vaandel. Het belang van duurzaamheid staat hoog in het vaandel. Misschien zou je er wat verder over willen toelichten. Ja, absoluut. Absoluut. Dankjewel, Martijn. Maar als we alle daken in Almelo zouden volleggen, dan nog is het bij elkaar niet genoeg voor een klimaatneutraal Almelo. Dus we moeten ook breder kijken dan dat. Maar ik ga natuurlijk niet somber klinken hier, want het is een fantastisch moment. We zijn er als stadsbestuur ontzettend blij mee. En bovendien leveren we op deze manier met elkaar ook weer een bijdrage aan het totale bod dat we als regio moeten doen voor wat betreft die grootschalige energieopwek. Nou, jullie panelen die brengen ons weer een stapje verder met de realisatie van dat bod. Maar veel belangrijker is nog, en dan sluit ik ook echt af, we zijn weer een stapje verder op weg naar een duurzame toekomst. Dank jullie wel en heel veel succes. Wat zegt u tegen directeuren van collega bedrijven in Almelo? Ja, ik zou ze allereerst van harte willen uitnodigen als ze twijfelen, een keer langs te komen. We kunnen het verhaal vertellen, hoe we het hebben gedaan, waar we tegenaan lopen. En dat zal misschien wel helpen bij een goede start. Aan elkaar gezet worden. Laten we met elkaar doen. Super. Yes. Om dit alles een mooie start te geven. Top. Ja. Oké. Kijk, hoe is hij? Goed hier? Ja. Kijk.